Er komt een punt in elk persoons leven waarbij je gewoon tot het uiterste moet gaan. De grens moet opzoeken en de duivel moet tarten met zijn eigen vork. Vandaar dat wij dus vandaag Cat Mario gaan spelen. Ik heb het vaak genoeg op het internet gezien, maar ik heb zelf nog nooit de struggle mogen ervaren. Vandaar dat wij dus vandaag Cat Mario gaan spelen. Alright, welkom met de klikker. Deze denk. En dan het eerste leveltje. We hebben 3 levens om mee te spelen. Alright, dit begin ken ik. Dit zal niet al te moeilijk zijn. Je springt op zo'n dude en dan is hij dood. Oké. Springt op deze dude. En hier zou dan een mushroom in moeten zitten. In de originele. Maar het tering ding gaat verder omhoog. Alright. Zit. Wat? Ik wil die. Muntjes. Yeah. Ah! Oh! Alright, die onthouden we. Boek gewoon in 1 keer door. Hier zit toch geen meuk in. Hoppakee. Hier gaan we overheen. Alright. Ik ben zo bang hier, hè? Hier moet toch een trap zitten? Oh, oké. Mushroom! Waarom viel dat ding naar beneden? Ik ben ik boos. Ik verhef alleen mijn stem. Ja, val dan. Kut hond. Hoppa. Nu wil ik die mushroom wel. Geef me de shroom. Het doet gewoon geen ene kut. Alright, is dat een checkpoint? Het lijkt erop. Oké, goed om te weten, bij deze formatie valt die shit af. Oké, ga er gewoon zo ruim overheen. Straks zit er iets in het momentum of zo, dat we echt zitten. Ah! De wolk! De wolk? Maar de wolken zijn altijd vriendelijk. Nou, goed om te weten dat de wolk gewoon een klootzak is. Dan gaan we er onderdoor. Motherfucker! Min 1. Oké, dat is mogelijk. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Oh, laat me omhoog. Laat me omhoog. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, daar sta je dan. Met je kattenhoofd. Ja, gedoemd om te vallen. Goed om te weten dat we daar niet in moeten komen. Oké, puntje staat genoteerd. Dus we hebben toch nog ruimte tot hier. En vanuit hier kunnen we door. Ja. En een wolk is een klootzak. Hier komen de bad guys. Even kijken hoe ik hier het makkelijkst overheen kan gaan. Ja. Oi! Nou, dat was niet zo moeilijk. Wat? Wat? Nee! Betekent dat we de vlag dan gewoon niet moeten aanraken? Gewoon in 1 keer door moeten boeken. Terug. Iets. Mag ik niet winnen of zo? Moet ik over de. Ik moet over de vlag heen. Maar hoe de fuck komt men over de vlag heen? Zo! Ja, waar komt die dan nou weer vandaan? Die zag ik net ook al, maar die komt gewoon letterlijk uit de niks. Die zie je niet aankomen. Ja, alsof ik ook even een Cat Mario zijn logica gevragen. En het dus ook zijn eerlijkheid beoordelen. Ja, dat heeft zin. Ik wil dat klote ding triggeren. Ik heb hem getriggerd. Eroverheen! Moet ik hierin? Is dit hem? Ik denk dat dit hem is, right? Het blubje is al geweest. Het blubje is geweest! Hoho! Waar de fuck word ik nou naartoe gegooid? Ga weg. What the fuck is dit? Ga uit mijn beeld. Ik wil Cat Mario spelen. Hoor je niet veel mensen zeggen? Alright. Mushroom. Oké, dat is een slechte mushroom. Moet ik er gewoon in? Want ik zag geen vervolg namelijk. Dan ga ik er gewoon in. Ja, pri. Ja, oké. You wanna play rough? Oké, let's play rough. Wachten tot de shroom weg is. We moeten die ene. Ja, dag! Waar de fuck moet ik heen dan? Als ik daarin ga, word ik gelanceerd? Ik wil er bovenin. Ja, maar moet ik die shroom niet. De shroom zit hier het meest rechts, dus. Haha. Shit, wacht. Kut! Oké, het blobje is gelanceerd. Let's go. Als ik nu alsnog dood ga, ga ik echt boos worden. Alright. Oh, dat teringding viel gelijk onder mijn voeten weg. Jij vals klote ding. Oh, man!
Oké, de derde is giftig. Die weten we. Oh ja, laat me erdoor. Oh, tuurlijk. Je mag er dus ook niet invallen. Ik dacht, ik moet er juist invallen, want dat zou geen val zijn. Dubbele mindfuck. Alright, blijf er bovenop. Zo. De derde is wederom niet giftig. Geef... Ja, maar die... Dat schildding... Hoppa. Oh. Oké, ik heb hem. Waarom ben ik zo bang dat hier een val zit, hè? Ik doe het wel weer op de ouderwetse manier. Ouderwetse manier. Kijk, daar heb je hem. Ah! Ja, maar dat hoort niet. Oh! No! Waarom komt die nou weer? Verdomme. Fucking pedocat komt opeens om de hoek kijken. Terugspringen. Ja. Er komen er twee. Er komen er drie. Er komen er oneindig veel. Oeh. Zo dan. Oh, what the fuck. Dat ding raakte me nog bijna ook, hè. Dat dacht ik. Dat dacht ik. Ik wil hier langs. Laat me erdoor. Wat is dit? Vuur? Van alle dingen kies je vuur? Hoe... Ja, maar er zit zo'n beetje geen timing in. Dus volgens mij moet ik het groene ding niet triggeren. Dan zal er geen vuur zijn. Hier overheen. Ik raak hem toch niet, je misselijk kudding? Werk aan je hitboxes. Het is niet alsof ze een eerlijke game proberen te maken. Dus ik kan stoppen met die argumenten. Oi! Is die ster for real, by the way? Dat wil ik wel testen. Wees for real. Nope! Oké, niet op het groene ding. Ja, er zit... er komt minder vuur uit. Oké. Je zou zeggen, op deze platformpjes moet je staan. Oh, die ging opeens... Nee! Jij giftige rat! Oké. Waarom vergeet ik dit dan? Ah, duurt het zo'n eeuwigheid voordat ik daar dan weer terug ben. En dan vergeet ik dat dat gebeurt. Ik moet op het randje blijven staan, verdomme. Oh, nee. Oké. Tap. Oh my god, we zijn eindelijk verder gekomen. Ja, hier zit zeker weer zo'n valstrik met dat ene... What the fuck? Ja, nee, maar nu gaat er een bloppie komen. Bloppie. Het bloppie is er niet. Huh? Alright. Nummer 3, let's go. Wat zit hierin? Dat zag er gewoon vriendelijk uit. Kom op. Oké, wat is het groene dan? Oké, geen van beide aanraken. Wat is hier? Die valt naar beneden, niks aan de hand. Ja, dan moet je omhoog. Aha! Die valt te triggeren en dan kan je omhoog. Oké, ik snap hem. Oké. Trigger X. Ja, dat is erg hoog, vind je niet? Dat is te hoog. Dat valt niet te doen. En er zit ook geen tussenblok of zo van hier. Nee, het kan niet. Alright, ik heb het even mogen opzoeken. Al doe je dit, dan gaat dat ene blok daar naar beneden. Dat ik hier ook gewoon zelf niet ben achtergekomen, joh. Ik skipte elke keer de blok. Kijk, nu kun je er overheen. Zo snel mogen. Oké. Oké, in één keer door. In één keer... what the fuck? Ik ging naar rechts, maar ik ben teruggetilpen. Oké, en dan naar links toe. What the fuck? Dus daar moet ik ook al in één keer overheen. Want blijkbaar werkt dat niet. Ik dacht, de controls worden dan inverted. Waardoor, zeg maar, rechts is links en links is rechts. Dus ik ging naar links. En toen ging ik alsnog naar links. Ja. Oké, wat is hier? Er is een checkpoint hierachter in ieder geval. Je zou bijna zeggen
Ja, dat ga ik niet via dit doen, want dan val je. Ja, dat was te verwachten. Die zag ik inderdaad al aankomen. Alright, maar dan hebben we hier een checkpoint. En dan hier weer zo'n gemeen blokje ook waarschijnlijk. Hé, wat, wie de fuck is dat? Bloep! Hij heeft me... Oké, ouwe. Dus je mag gewoon niet gepakt worden door de man, want hij tieft je de afgrond in. Oké, we hebben niet de man. What the fuck? What the fuck? Ze zitten op scooters. Luchtscooters, waarom springt die opeens? Oké, hier komen de luchtscootertjes. Hup. En hier komt de springende man. Hij springt tegelijkertijd met mij, dat is goed om te weten. Checkpoint! Woe! Woep! Oké, goed om te weten. We moeten hier gewoon opspringen en dan door, want... Ja, what the fuck! Tuurlijk! Oh my god. Spring gewoon in één keer door. Ja, maar dit... Ja, dit fucked. Ik had zeg maar vanaf dit linkerblok hier eroverheen moeten springen, zodat ik de man voorbij ben. Want nu, al fucking land ik hier, dan pakt hij me op en tieft hij me weg. Moet ik opnieuw beginnen? Zie je? Maar hoe versla je zo'n man? Ik bedoel, de tegenaanlopen werkt niet. Wacht eens even. Oh. Misschien helpt dat. Volgens mij is dat het. Met het groene schild en dat je hem doorstuurt. En dan killt dat die man. Ja. Het is te doen. Het is sowieso te doen. Alleen het is die platformpjes hier die uit het niks komen aanzwaaien. Waar ik zo godvergeten bang voor ben. Make a run for it. No, man. Kak eroverheen. Ja. Kijk, en de man is dood. En dan kunnen wij door naar het volgende level. Zie je, het is helemaal niet zo moeilijk. Het is af en toe een beetje lastig. Maar... Dat was te verwachten. Die stond er al klaar voor. Ja, maar dan kan je de sprong niet meer maken. Dus dan moet je het alsnog in één keer doen. Oké. Hup. Ja. Dat is ook gewoon te doen. Of... Oh! No, what have I done? Woo! Oh my god, dat ding raakte me geen eens. Ik zeg, genoeg van deze fratsen. Vond jij dit enig om te zien, dan mag je dat natuurlijk belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij mogelijk de volgende Cat Mario. En sowieso bij de volgende donderdag. Elke donderdag om 7 uur 's avonds een speciale video. Doei doei!